en welkom bij een nieuwe aflevering van Op de Bank bij Geschiedenisvlog. Vandaag gaan we het hebben over de Amerikaanse economische crisis. Die begon in 1929 en hoe deze helemaal naar Europa kwam. In het Engels noemen ze deze crisis ook wel de Great Depression. Tussen 1918 en 1939 was het de tijd tussen de wereldoorlogen in. Dit werd ook wel het interbellum genoemd. De Amerikanen hadden wel meegevochten in de Eerste Wereldoorlog, maar ze hadden geen materiële schade opgelopen. De industrie voor wapens bracht de Amerikanen in de Eerste Wereldoorlog veel geld. Auto's werden door die rijkdom erg populair, zoals auto's van Ford, als deze. Toen kwamen de jaren 20. Steeds meer Amerikanen kochten aandelen. Doordat het zo goed ging met de economie, werden veel mensen erg rijk. Om nog rijker te worden, gingen ze ook aandelen kopen van geleend geld. Ze dachten dat ze die leningen toch snel terug konden betalen wanneer ze rijk werden. In Duitsland hadden ze ook nog problemen, want Duitsland moest veel geld betalen aan Frankrijk en Engeland door de Eerste Wereldoorlog. Dat hadden ze alleen niet. Daarom bezetten Frankrijk en België het Ruhrgebied, waar de Duitse industrie zat. De Amerikaan Charles Das kwam vervolgens met een oplossing, het Das-plan. De Verenigde Staten lenen geld aan Duitsland uit, zodat die Frankrijk en Engeland herstelbetalingen konden betalen. Frankrijk en Engeland gebruikten dit geld om geld aan de Verenigde Staten terug te betalen, waarbij ze nog een oorlogsschuld hadden voor alle wapens die ze gekocht hadden. Iedereen blij en de VS al helemaal. Toen kwam donderdag 24 oktober 1929. De aandelenmarkt bij de beurs op Wall Street in de Verenigde Staten stortte volledig in. Hierdoor wouden veel mensen hun aandelen nog snel verkopen en daalde de koers nog harder. Dit had enorme gevolgen. De banken wouden hun geld terug, maar doordat mensen met geleend geld aandelen hadden gekocht, was dat geld er niet meer. Hierdoor gingen banken failliet en werden mensen erg arm. De werkloosheid steeg van 5 naar 20%. Doordat de VS snel veel geld nodig hadden, vroegen ze aan Duitsland hun geld terug. Dat ze hadden uitgeleend met het Das- en het Jong-plan. Dit had Duitsland alleen nog niet. Hierdoor kon ook in Europa niemand meer aan een ander betalen. Dit zorgde uiteindelijk voor een wereldwijde crisis. Tijdens het begin van de crisis was president Hoover aan de macht in de Verenigde Staten. Hij was een republikein en vond dat je niks aan de crisis moest doen en dat het zichzelf wel oplost. Bij de nieuwe verkiezingen werd hij verslagen door Roosevelt. Een democraat die beloofd had dat hij wat aan de crisis zou doen. Roosevelt stelde de New Deal in, waarbij hij werkprojecten verzon om de werkloosheid naar beneden te brengen. Hij liet bijvoorbeeld een dam bouwen. Voordat de crisis volledig afgelopen was, liepen de spanningen alweer op en begon de Tweede Wereldoorlog, wat wel weer voor veel werk zorgde. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer op de hoogte te blijven van nieuwe video's. En like deze video als je het leuk vond en mij wil supporten om nieuwe video's te maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Once I built a railroad, I made it run. Made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime?